Ik was bij mijn pa thuis. En die had het huis zo verbouwd. En ik liep zo de trap op. Toen had hij bovenaan de trap had hij gewoon al een hekje gemaakt. En toen vroeg ik zo van, joh pa, waarvoor zijn die hekjes? Ze zeiden, ja, dat is vast de kleinkinderen straks komen. En toen dacht ik, oh. En toen zei ik ook van, ja, maar ik wil nog geen kinderen, dus dan krijg jij voorlopig nog geen kleinkinderen. En toen zei hij, ja, maar bepaal jij dat of jouw vriendin? En toen zat hij me zo heel lang, zo heel veel betekenend, zat hij me zo aan te kijken. En voor het eerst in mijn leven dacht ik, ik was helemaal nooit jouw idee. Nee, mijn moeder is gewoon op jou gaan zitten en jij hebt geen nee gezegd. Dat jij was echt niet degene die toen de beslissingen maakte. Wat hij eigenlijk tegen me probeerde te zeggen is, kijk, geen ruggengraat hebben en geen kinderen willen, dat geven wij door van vader op zoon. Dat is wat hij tegen me zei. En ik heb dit verteld dinsdag. Toen mochten we hier ook spelen. En toen had ik hem uitgenodigd. Maar dat weten jullie niet. Ik kan ongeveer kijken tot rij 7 of zo. En omdat ik hem niet zag, ben ik hem gewoon in de zenuwen waarschijnlijk gewoon vergeten. En toen vertelde ik dit verhaal. En toen dacht ik na de show van, oh, ik heb het gewoon verteld. Weet je, ik moet even naar hem toe lopen. Dus ik liep naar hem toe. Toen zei ik, joh pa, kijk, ik weet ook wel dat het niet zo is. Zei hij, nee, klopt wel. Dus dat... dat fuckt met je hoofd. Oh, alright, ik had gelijk.